Over kunst gesproken. Licht komt van de zon. Zonder zon is er geen licht. Maar het is wel fijn om in de nacht iets te kunnen zien. Daarom bestaat er kunstlicht. De kunst om licht na te maken is al heel lang bekend. De allereerste keer dat mensen een brand zagen, merkten ze: het nadeel van vuur is dat alles afbrandt, maar het voordeel is dat je er warm bij blijft. En het geeft nog licht ook. Al snel gebruikte men fakkels om licht te maken in het donker. Er kwamen kaarsen, lampjes die brandden op olie, vet en gas. En uiteindelijk werden lampen uitgevonden die werken op elektriciteit. Daarbij was geen sprake meer van vlammen, maar wel van gloeiende hitte. De Amerikaanse kunstenaar Bruce Norman werkte graag met licht, vooral neonlicht dat veel gebruikt wordt bij reclames op straat. Hij maakte dit kunstwerk in 1967. In het Nederlands staat er: de ware kunstenaar helpt de wereld door onverklaarbare waarheden te openbaren. Dat lijkt op wat je soms in strips ziet. Iemand krijgt ineens uit het niets een idee. En wat zie je dan? Een lampje. Het gezegde luidt: mij gaat een lichtje op. Dat betekent dat iets duidelijk en helder wordt. Dat is precies wat kunstenaars met hun werk kunnen doen. Ze brengen licht in een donker hoofd.